heb al een volgende MRI-datum. Je wordt alleen belaagd om muggen. Good morning. So... Hé, jongens. Nou, we zijn weer terug. Ja. En het huishouden kan gelijk weer beginnen. Ja. Heel veel wasgoed. Deze trouwens. Dit is de Fruity Strawberry. Dat is een andere. Oh, die is veel lekkerder. Die is echt super lekker. Vind ik, hè. Ja, smaken verschillen. Maar ik vind die heel erg lekker. Die is een beetje zoetzurig. Echt heel lekker. Anyway, Kai die is weer een week weg nu. Want die zou nog een week naar zijn vader. Dus daar is die nu weer. Dus wij kwamen zondag. Zondag kwamen we terug. Ik weet niet meer precies hoe laat. En maandag is die opgehaald. Dus ik ben weer alleen. Ik heb al een volgende MRI-datum en dat is over 2 weken, 24 augustus. Ik heb nog niet gekeken wanneer ik de uitslag krijg. We moeten ook binnenkort voor Kai naar het ziekenhuis voor zijn ogen. Ja, die moet misschien een bril. Oh, het arme kind. Hij wil dat absoluut niet. Maar goed, ja... Het is een beetje dubbel, want we zijn 3 keer geweest bij het consultatiebureau. Waarbij 3 keer dus zijn ogen getest zijn, zeg maar. De eerste 2 zeiden, nou hij kijkt beter dan wij. En dat hij echt hele goede ogen had. De derde vrouw, die zei, nee. Ze zegt, hij ziet echt heel slecht. Ze zegt, als hij een bril krijgt, gaat er een wereld voor hem open. Dus ja, wat het nu is, weten we niet. Daarom heeft zij ook gezegd, weet je, ik stuur je door naar de oogarts. Dan kan die een keer goed kijken. Dus ja, daar moeten we binnenkort ook naartoe. En dan ben ik bang dat hij misschien dus een bril moet. Maar dat wordt nog wat, want dat zeg ik, hij wil dat niet. Maar goed, dat wordt nog wel een dingetje. Maar ja, de MRI komt er ook weer aan. Ik moet wel zeggen... naar de MRI's toe is het nu wel steeds wat spannender. Normaal ben ik er niet zo mee bezig. Maar als de MRI eraan komt, heb ik toch wel even zoiets van... Weet je, naarmate de tijd voorbij gaat, kom je ook steeds dichter bij dat punt dat ze een keer gaan zeggen, het is teruggegroeid. En dan heb ik gewoon een groot probleem. Want in mijn geval kunnen ze dan niet zoveel. Dus ja, dat is natuurlijk al op zich, hè? Hoe langer het duurt, hoe meer je zoiets hebt van, ja, het moment gaat wel steeds dichterbij komen. En daarbij heb ik nu voor het eerst 1 keer in de 4 maanden een MRI in plaats van 1 keer in de 3 maanden. Ja, het liefst hoop ik gewoon dat ik een mega uitzondering ben en dat het ineens gewoon helemaal gestopt is. Maar ja, dat schijnt niet te kunnen. Dus 24 augustus mogen jullie de duimpjes weer blauw duimen. Want dan ga ik het apparaat weer in. Nou, de vakantie was geweldig. Ja, we waren daar natuurlijk maar 5 dagen. In Sist-Ferrajeval. Maar als ik dan terugkijk, dan denk ik... Nou, dan hebben we in die 5 dagen toch best veel gedaan. We hebben elke dag eigenlijk wel iets gedaan. Dus ja. Ja, Kai vond het ook geweldig. Manu vond het leuk. Die was echt op de gemak daar. Ik kon wel merken dat Peli heel blij was dat we weer thuis waren. Ja, die is voor het eerst echt helemaal alleen thuis geweest. Want Prabhu is er natuurlijk nu niet meer. Ja, en nu was ze letterlijk alleen. Dus dat vond ik nog wel een dingetje hoor, moet ik zeggen. Ik vond het echt heel erg sneu om haar hier ja, achter te laten. Terwijl het diertje slaapt bijna de hele dag. Maar nou, ik heb gisteren heb ik al even een samenwerking weer opgenomen. Want ik heb weer een samenwerking met Y-Food. Dus die heb ik gisteren even opgenomen. Die zal zo meteen ook wel ergens voorbij komen.
Ja, ik ga denk ik gewoon even hier aan de gang vandaag, want er moet wel even wat gebeuren. Moet even de was heb ik er nu in zitten. Maar goed, de rest van de was wat nog schoon was, moet nog weer opgeborgen worden. Ik moet eigenlijk wel even stofzuigen. Nou, de vaatwasser moet gebeuren. Ja, er moet wel wat gebeuren hier. Dus dat ga ik zo meteen allemaal doen. En ja, welkom in de nieuwe vlog. En dan zie ik jullie later. Dit deel van de video is weer in samenwerking met Y-Food. Wat is Y-Food? Y-Food, dat is een complete maaltijd in een fles. De flessen zijn 500 ml. Er zitten 26 vitamine en mineralen in. Het is hoog in proteïnegehalte. Er zitten veel vezels in. Lactosevrij, glutenvrij en er is geen suiker aan toegevoegd. Y-Food is een maaltijdvervanger. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je al je maaltijden ermee vervangt. Het is meer bedoeld in plaats van snacken, in plaats van even snel iets ongezonds pakken. Of zoals in mijn geval, als je niet ontbijt normaal gesproken, dan is dit een hele goede optie om te nemen. Omdat het zoveel vitamines en mineralen bevat. Het bevat eigenlijk alles wat je lichaam nodig heeft. Persoonlijk ben ik niet zo'n ontbijter. Ik heb vaak of geen tijd ervoor, of ik gun mezelf de tijd niet, of ik heb geen trek. Maar een flesje van Y-Food krijg ik gewoon heel makkelijk weg, omdat ik het super lekker vind. En dan weet ik gewoon dat ik alles binnenkrijg wat mijn lichaam nodig heeft. En ik weet dat ik de komende uren ermee door kan. Je hebt niet per se trek daarna. Dus ja, het is gewoon een hele goede maaltijdvervanger. Ik heb wederom een tasterpakket ontvangen van Y-Food. En dat is deze. Smooth vanille, classic choco, crazy coconut, cold brew coffee en de happy banana. Ze hebben ook andere smaken. Mijn persoonlijke favorieten, de cold brew coffee, de fruity strawberry, die is echt super lekker. Deze is een beetje zoet-zuur. En de classic choco smaakt echt naar chocomel. Je kunt de flesjes open 24 uur in de koelkast bewaren. Dicht kun je ze een jaar bewaren. Ze hebben ook repen en shakes. Persoonlijk ben ik heel blij met de samenwerking. Ik ontbijt dus bijna nooit en ik vind het heerlijk om bijvoorbeeld de cold brew koffie als mijn ontbijt te nemen. En dan weet ik gewoon zeker dat ik een paar uur vol zit, dat ik alles binnenkrijg wat mijn lichaam nodig heeft op dat moment. Wij hadden ze bijvoorbeeld ook mee op vakantie, want wij zijn net naar Frankrijk op vakantie geweest met de auto. Ik vond het ideaal en ik kon gewoon op mijn gemakje mijn flesje Y-Food drinken en ik wist gewoon op dat moment dat ik voorlopig even geen trek zou hebben en dat ik in ieder geval wat gezonds binnenkreeg. Mocht je nou zoiets hebben van ik wil het ook proberen met 10% korting, dan kun je bijvoorbeeld een tasterpack nemen of je kunt gewoon bestellen. Ik heb een kortingscode voor jullie. Met de code Esmeralda-YouTube met hoofdletters krijg je 10% korting op je bestelling. Ik zal de link en de kortingscode ook even onder in de beschrijving zetten. Laat het me weten als je bestelt en laat me weten wat jouw favoriet is. En dan gaan we nu weer verder met de vlog. En Manu heeft het ook leuk gehad, hè? Je hebt het ook leuk gehad, hè, op vakantie? Oh, die heeft ook zo genoten. Kon daar lekker vrij rondlopen. Ging ook hartstikke goed. Ja, en jij bent helemaal... Die is aan het zeuren sinds ik terug ben. Oh, ja. Die heeft ons... Oh, rustig Manu. Die heeft ons echt gemist volgens mij. Doe jij rustig met het poesje. Kijk er nou zitten. Zachtjes hè. Ja, dit staartje. Zag je ze, Manu?
Oh, ik ben niet vooruit te branden, jongens. Ik ben echt in staat om te gaan liggen. Het is 2:30 of zo. Inmiddels. It's too much, it's too much. Ik heb hier ook nog een volle mand. Ik heb de tas nog helemaal vol. Oh my lord, jongens. Half 3 when I called you up, said I need you now, cause I'm losing patience. By 4 you were knocking on my door. I said love is a two-way road, he don't care no more, am I going crazy? Needed you just to help forget it all. And it was easy, you put the records on to replay. Danced till we couldn't see straight, till the morning came along. Don't need the weekend, we don't wait until the evening. We don't need to find a reason to turn it up and sing along. Cause that's what friends are for. Goedenavond. Ik ben moe, jongens. Poei. Ik ga me even klaarmaken en dan ga ik lekker slapen, want het is volgens mij is het al 12:00, zoiets. Klaar met de was. Kijk, er staat weer een nieuwe mand. Yep.
Joehoe. Hi. Hello. Oh. Hello. Hello. Ow. I need sleep. Oké, ik ruim het wel op. Zo. Hops, flops. Oh. Oh. Ik kan er zelf nog net bij, jongens. Er ligt er hier een nestje te maken. Hier komt er een. Hallo. Nou, ik moet morgen toch mijn bed verschonen, dus... Oké. Ik ga slapen. Als het lukt. Bent, hey, wat met je kont van mijn kussen? Stinkend. Ga eens aan de kant. Nee, niet spelen. Zo. Ik ga gewoon precies met de poepgat op mijn kussen. Ja, lekker fris. Doen we niet. Wat kom jij doen? En wat ben jij maar aan het doen? Je ligt helemaal bovenop mij. Tot morgen, jongens. Slaap lekker. Hallo. Hallo. Hallo, lieverd. Hi. Dat zo eten maken. Nou, zo eten maken? Ja. Goedemorgen. Ah, oh, goedemorgen, jongens. Ah, ah. Goedemorgen. Ah. Het is donderdag. Ja, Bailey. Wat is er, meisje? Wat is er dan? Echt waar? Oh ja, Bailey. Ach, wat een verhaal. Het is donderdag en ik werd... wakker gebeld aan de deur. En ik dacht eigenlijk, ik had bericht van Arjen, die had iets besteld en laten hier afleveren. Dus ik dacht eigenlijk dat dat het was. Want die zouden ook rond deze tijd komen. Maar dat was het niet.
Ik had volgens mij verteld, hè, dat ik weer zonder schoonmaak zit. Vorige week waren wij er natuurlijk niet. En nu blijkt dat er vorige week ook al iemand aan de deur heeft gestaan. Ze hebben dus een tijdelijke vervanging gevonden. Een meisje wat dus... Zij is net afgestudeerd en ze wil dus gaan werken. Maar voor de vakantie wilde ze dan... Ja, als vakantiebaantje wilde ze dit doen, zeg maar. Ja, op zich mooi dat er vervanging komt. Aan de andere kant is dat wederom iemand die dus maar een paar keer komt en daarna niet meer. En ik word er zo moe van. Ik word er zo doodmoe van. Elke keer iemand anders in je huis... Elke keer mensen die zeggen, nee, ik ga niet weg, ik blijf. En dan 2 weken later, ja, ik heb wat anders gevonden. Elke keer, standaard, jongens. Standaard. En normaal zit je dan echt zo een aantal maanden zonder hulp en je betaalt wel. Nou, nu hebben ze dan wel vervanging. Dus dat is dan op zich, hè, dat is dan nog... Maar ik wist van niks, hè. Nee, ik wist wederom van niks. Ik heb al heel vaak gehad dat als... Dat dus de ene stopt en dat ik niks van het bedrijf hoor. Het is dat die mensen zelf vertellen dat ze stoppen, want anders weet je het gewoon niet. En het is nu ook al de zoveelste keer dat er dan ineens iemand anders voor je deur staat, ook nog op een totaal andere dag. Dat ik denk, nou, ze hebben geluk dat je überhaupt thuis bent. Want voor hetzelfde geld was ik helemaal niet thuis. En ik, de enige reden dat ik nu open deed was omdat ik dacht dat het het pakketje was voor Arjen. Want anders had ik waarschijnlijk niet eens open gedaan. Want ik verwacht verder niemand vandaag. Dus ja, ze hebben me wederom niet ingelicht. En ze sturen gewoon weer... Ik bedoel, ze is een hele leuke meid hoor, heel aardig. Maar goed, hè, even... Ze sturen wel weer gewoon een vreemde ineens naar je huis zonder dat je het weet. Ja, ik vind het heel raar. Ik vind het echt heel gek. Maar goed. Het is donderdag. Ik heb niet echt plannen. Ik moet echt even in huis bezig. Want, ik heb gisteren wel gestofzuigd. Ik heb gisteren nog 2 wasjes gedraaid. Die volgens mij nu allebei ook droog zijn. Ja, volgens mij heb ik de 2e ook in de droger gehad. Dus die wil ik even opruimen sowieso vandaag. Ik wil mijn bed nog even verschonen. En voor de rest, heerlijk, heb ik gewoon helemaal geen plannen. Ik denk dat ik straks even ga mediteren. Het is hier allemaal verder netjes. Ik heb gisteren snel even een paar dingen afgenomen en ik heb even gestofzuigd beneden. Dus dat moet ik alleen boven nog even doen. Ik bedenk me ineens dat ik helemaal nooit meer wat heb gehoord over de nieuwe keuken. De laatste keer dat ze hier waren, hebben ze opgemeten. En heb ik uitgezocht welke ik wilde. Maar dat is alweer maanden geleden en ik heb daarna niks meer gehoord, jongens. Ja, dan kan ik natuurlijk informeren. Heb ik ook nog niet gedaan, maar ik had eigenlijk verwacht dat het al lang... Ja, misschien dat ze in de vakantie niks doen, bouwvak. Dus ik heb geen idee wanneer dat gaat gebeuren. Straks bed verschonen. Even boven stofzuigen. De laatste was opruimen. Oké. Nou. Het is droog, maar daar is het ook een beetje mee gezegd, geloof ik. Als het goed is gaan we één deze dagen het zwembad even verder leeghalen, want die is zo vies geworden. Ja, blijkbaar toch niet zo'n goed idee, alleen een net eroverheen. Want er komt zodanig veel zand in op deze manier, gewoon door de lucht, dat die heel vies wordt. Dus ik ben bang dat ik de volgende keer toch weer een zeil eroverheen ga doen. Het is alleen heel gedoe. Vooral omdat ik hem helemaal naar de zijkant heb staan. Dus ik kan er niet goed bij om hetzelfde dan op te doen. Zoals het goed is gaan we één deze dagen even kijken dat we hem helemaal leeg kunnen halen. En dan schoonmaken en dan
Ja, ik weet niet wat het weer gaat doen, maar ik heb nou niet echt het idee dat we nog veel hittegolven gaan krijgen of zo. Dus ik denk dat ik hem dan maar gewoon ga opruimen. Ik ga mijn cold brew verder opdrinken en dan, ja, dan ga ik even wat doen. Doei! Zo mooi hier. Zwolle jongens. Zwolle. Lovely. Wie wordt alleen belaagd om muggen? Mond niet houden. Maar het is wel heerlijk weer nu. En het wordt morgen nog warmer. Ja. Het moet ook weer niet te warm worden. Dan moet het beter zoeken. Nee, daarom. Succes. Dankjewel. Zo heerlijk, hè. Heerlijk. Het is zo lekker weer. Oh. Ja, en dat in Zwolle.